Ja, maar als ik met mijn vriendinnen ben en het woord koolhydraten valt, du moment dat dat gebeurt, rennen ze gillend weg. Bang dat ze dik worden. Ik ben dol op lekker eten. Om te hakken, te bakken, te koken, te verbouwen en het allerleukste om op te eten. Maar ik weet ook wel graag wat ik eet en wat het met mijn lichaam doet. Bij deze braam bijvoorbeeld weet ik zeker, dit is een braam. Daar zitten vitamine in en dat is gezond voor je. Maar hoe zit dat nou bij brood? Ik weet dat het naar brood smaakt. Maar wat het met mijn lijf doet, is me niet helemaal duidelijk. Word ik er nou dik van? Is het nou gezond voor je of niet? En als het dan niet goed voor je lijf zou zijn, waarom eten mensen het eigenlijk nog? Om die vraag te beantwoorden heb ik hier afgesproken met Frans Kok, professor voeding en gezondheid aan de Universiteit van Wageningen. Ah, professor. Hallo. Hoi, goeiedag. Nou, weet jij alles over voedingswaarden en voedingsstoffen? Wat zit er nou in brood wat ons voedt? Nou, om te beginnen zitten er hele goede koolhydraten in, eiwitten in, een klein beetje vet. Mm-hmm. Verder zijn er heel veel gezonde vitamines, met name B-vitamines. En niet te vergeten een heleboel mineralen. Ik noem er een paar. IJzer, zink, magnesium en jodium. En jodium hebben we heel hard nodig. Maar al die voedingsstoffen kan ik toch ook bijvoorbeeld uit die bieten daar halen? Nou, ik denk dat het moeilijk is om jodium uit bieten te halen. Dat kan ik u vertellen. Natuurlijk is het zo dat gelukkig als je gevarieerd eet, kun je die noodzakelijke voedingsstoffen uit verschillende producten halen. Maar brood is een basisvoedingsmiddel en die hoort daar echt in thuis, omdat die zo rijk is aan al die componenten. En vergeet niet de vezel. Dat hebben we helemaal niet genoemd. Volkorenbrood is natuurlijk bij uitstek een broodvariant waar je heel veel vezel mee binnenkrijgt. En vezel is in Nederland gewoon een groot probleem. Wij eten veel te weinig vezel. En hoe zit het dan met dat koolhydraatarme brood? Ja, koolhydraatarm brood, ik kan het niet eens. Wat is dat dan, koolhydraatarm brood? Ja, er wordt brood gemaakt van andere meelsoorten dan tarwe en dergelijke. Ja. Zoals van soja. Ja. En dan heb je minder koolhydraten, maar je hebt evenveel calorieën. Ah. Dus je denkt van, hé, dat is koolhydraatarm. Ja. En misschien val ik er ook wel vanaf. Maar er zitten evenveel calorieën in. We worden in het ootje genomen, zoals mijn oma dat zegt. Nou, er is in de voedingswereld zijn aardig wat ootjes. Klopt. Brood eten is dus eigenlijk gezond. Ja, maar die koolhydraten dan, dat zijn toch enorme dikmakers? Misschien kan Janneke Pieterson, sportdiëtiste en overgewicht-expert, mij hier meer over vertellen. Hey! Hey! Nou, die koolhydraten, dat zijn de grote boosdoeners, toch? Nou, dat valt er mee, hoor. Koolhydraten heb je ook gewoon nodig in het dagelijks leven. Dus koolhydraten zijn echt niet zo slecht als iedereen zegt. Ze zijn zelfs goed voor je. Ja, maar als ik met mijn vriendinnen ben en het woord koolhydraten valt, du moment dat dat gebeurt, rennen ze gillend weg. Bang dat ze dik worden. Ja, ik weet ook niet hoe dat de wereld in is gekomen, maar het is echt onzin. Maar wat zijn dat dan precies, die koolhydraten? Ja, koolhydraten, dat zijn de zetmelen. Dus die zitten in brood en in granen, maar ook in groenten zitten ook koolhydraten. Ja. En in die koolhydraten, daar zitten dus die zetmelen. En die zetmelen zijn vaak heel erg gezond. Ja. Dat zijn langzame koolhydraten. En je hebt suikers, die worden het sneller opgenomen. Maar beide heb je ze nodig voor energie. Dus als je ze verbruikt, is er sowieso niks aan de hand. Het voordeel van die langzamere koolhydraten is dat er ook vitamines, mineralen en vezels in zitten. En vezels zijn weer heel erg gezond voor je darmen. Hoe beter je darmen werken, hoe beter alle voedingsstoffen weer opgenomen worden. Waarom dan die trend waarbij steeds meer mensen brood vermijden? Glutenvrij. Ik had er tot voor kort nog nooit van gehoord. Maar nu heeft iedere supermarkt zijn glutenvrije hoekje. Ik heb er geen last van, hoor. I love bread. Maar sommige vriendinnen beweren dat je er een opgeblazen gevoel van kan krijgen. Wat is daar dan van waar? Dat hoor je inderdaad de laatste tijd heel vaak. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het misschien even goed om terug te gaan naar de vraag wat gluten precies zijn. Mm-hmm. Gluten is een verzamelnaam voor een groep eiwitten die voorkomen in bijvoorbeeld tarwe, rogge, gerst, maar ook in spelt en in kamoet. En in brood, daar zorgen ze voor onder andere de luchtige structuur van het brood en de elasticiteit. Dus als je tanden erin zet, is het zo lekker meevliegt. Precies, ja? Precies, ja. En sommige mensen die verdragen geen gluten. Dat zijn mensen met de ziekte celiakie. Celiakie, oftewel glutenintolerantie toch, in de volksmond? Mm-hmm. Ja, daar hebben mijn vriendinnen geen last van. Maar wat is dan bij hen de oorzaak voor dat opgeblazen gevoel?
Ja. Ja, buikklachten komen in de westerse samenleving ontzettend veel voor. En het is natuurlijk logisch, hè, want vaak kunnen we daar geen goede medische verklaring voor vinden. En het is logisch dat mensen dan zelf op zoek gaan naar een verklaring of naar een verband met bijvoorbeeld het type voedsel wat ze eten. En bij deze groep mensen die dus geen celiakie hebben en die dus ook niet overgevoelig zijn voor dat gluten, is het maar de vraag of de klachten die ze hebben, of die ook echt door de gluten komen. Ja, want granen bevatten niet alleen gluten, maar heel veel andere eiwitten, maar ook bijvoorbeeld koolhydraten. Ik kan wel zeggen dat ik heel wat meer te weten ben gekomen over brood. Dat je dik wordt van brood is bijvoorbeeld een fabeltje. Behalve als je er te veel van eet. En wat betreft koolhydraten, die blijk je gewoon hartstikke nodig te hebben, anders ben je niet vooruit te branden. Dat opgeblazen gevoel, dat kan verschillende redenen hebben. Maar daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Ik blijf ondertussen lekker genieten van mijn bammetje. Heb jij nog vragen over brood? Check de onderstaande antwoordvideo's.